Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 100 kills en 60 confirms of iets in die richting. Ik heb gevraagd dat we zijn serie gaan noemen met je boys en DAD. Ja toch? Wat wij in deze serie moeten doen voor de mensen die het niet kennen is, ik moet samen met Sandy Day in Kill Confirmed 100 kills halen. Dus met z'n tweeën gecombineerd, niet alleen, gecombineerd. Ja. En wij moeten nog eens met z'n tweeën gecombineerd 60 confirms oppakken. Dus het is een hele lastige serie. Maar we gaan wel weer proberen te halen. Het is namelijk wel haalbaar, ja precies. Dus ja, we gaan gewoon ons best doen, Satino. Zeker, dat kunnen we. Als je best niet doet, dan ben je noep. Er zit eentje in de campkamer en eentje nog achterin bij de vrachtwagen. Ja, ik heb hier bij de watervalkamer eentje, maar die ben ik aan het opsporen. Oh, daar. We gaan een beetje call-outs geven. We kennen de call-outs niet. Ik kom die kant op naar jou toe. Ja, lekker. We kennen de call-outs niet echt, dus we gaan gewoon improvisatie improviseren. En ja, daar komen we er zelf op bij, want we zijn wel op elkaar ingespeeld, dus dat is mooi. Dat is wel netjes, ja. Netjes. Oh, komt er een aan? Netjes, oh nee! Er zit er een in de hoek en op de twee op de brug. Ja, ze gooien alles naar binnen, jongen. Granaten, stunts. Er komt er een naast me. Wacht, misschien kan ik naar je toe komen, man. Ik heb hulp nodig. Kom maar! Dank je, dat is sowieso één safe. Ik heb hier stairs. Oh, nee, zit er een stairs nog, man. Hij hoorde me sowieso aankomen. Ik zat niet te sprayen. Attentie, okay, ik zat niet als je dat te hoort, sprayen. Dan weet je dat hij aan het sprayen was. Zie je, we zijn op elkaar ingespeeld, hoor je dat? Ja, dat is toch zo? Ja, dat weet ik van elkaar. Oh nee! Er zit er eentje in het water, man. Ik weet echt niet hoe ik dat... Ik gooi een leiding bij jou. Dan ga ik voor de doktek zijn, ja? Boom! Ja, thanks. Boom! Oh, nee, maar boom. Oh, shit! Fuck. Ja, dat is kut. Dat is eigenlijk precies hetzelfde, hè? Ah, teammate! Oh my god. Fucking Mongol! Zo. Frek Mongol, jongen. Teammate, rot nou eens op. Ah, zat alleen bij waterval te campen, heb ik. Kunnen we ook gewoon fucking... Kan je ook gewoon een game mode doen waar je teammates disabled zijn ofzo? Ja, alsjeblieft. Oh, wacht, ze zijn al disabled. Stap. Oh my god. Sorry, ik moest hem even maken. Dat is zo... Oh god, komt een achter je. Oh nee, laat maar, daar ben je niet. Dat was best wel te verwachten, maar dat maakt niet uit. Rot op met je lime machine gun, jongen. Even serieus. Ik pak hem. Oh, recheck, fuck, ik ben de lul. Toch niet. Zit er één links. Toch? Ik ben hem kwijt. Oh, hij staat er verder op. Nee, ga nou weg met je lime machine. Oh my god, hij had mij ook nog bijna. Ik was even rustig aan het reloaden joh, naast hem. Hey, thanks voor je doctag, man. Oh, ik ga hier even campen. Ze komen toch hier naar binnen. Ga jij maar campen? Ik ga wel door. Oh nee, want ze komen niet naar binnen. Pakken, man. Ja, ik kan niet wachten, man. Zo, er zat weer iemand onder water, jongen. Dat is zo lastig om dat te raken, hè. Ja, dat is ook lastig om te zien. Oh my god, lucky bastard, Lemon. Zit er een naast mij, Santino? Ja, ik weet het, maar ik zit in die grote huis. Fuck! Ik zat vast, man. Ik kon nergens naartoe. We moeten samenwerken, man. Anders gaan we dit nooit redden. Nee. Ja, we moeten streaks halen, hoor. We zitten ook echt weer in de shit team eerste klas, jongen. Waarom zitten we altijd eigenlijk in de shit teams? Ja, omdat we zijn te pro. We zijn te goed, ja. Nee, maar dat mag gezegd worden. Ja, dat is eigen ding, man. Fuck mensen met eigen ding. Oh my god, twee in een spawn houden. Oh ja, dat zijn er twee, ja, dat is een goeie, ja. Rechts van je zit er nog één boven. Ja, dat weet ik, maar ja, die fans zit kaart te campen, joh. Maar het waren er wel twee. Aha. Fucking mafsnikkel! Mafsnikkel? Eet je eigen snikkel op! We've gone sexual. Very fast. Waarom ben je helemaal niet? Waarom? Ze spannen twee kanten nu. Teammate, je loopt naast die man! Teammate! Oh, oh my... Die teammate loopt naast een enemy! En hij schoot niet eens! Fucking hell, gast. Ik moet echt een keer... Waarom... Santino, we moeten nog een serie beginnen. Wat de hel? Santino, we beginnen gewoon een extra serie. Road to Life, goede teammates. Ik wil hem al heel lang starten. Die vind ik leuk. Die vind ik... Ja, dat gaat de langste serie ooit worden, Mike. Ja, sowieso 100%, hallo. Wanneer vind je nou goede teammates? Fucking... Hou rustig. Rustig. Teammate, echt waar. Fuck off! Scheidcamper. Fuck, nog één! Er zit er nog één achterin! Nog één achterin de map. Oké, chill. Ik ben chill. Kak, ik heb per ongeluk op het scorebord. Ik weet hoeveel kills ik heb, toch geen per ongeluk. We mogen niet op het scorebord kijken. Team, dankjewel. Maar ik keek er per ongeluk op, sorry. Spijt me, ja. Kan gebeuren. Ik zal het volgende keer weer doen. Per ongeluk natuurlijk. Ja, per ongeluk weer doen. Dat gaat sowieso gebeuren. Eentje onder water. Een light machine gun wint van een assault rifle onder water. Ja, oké. Dikke, wat de hel, man. En hij wint nog een keer. Waarom zijn die assault rifles of die light machine gun zo overpowered? Hij zit in dat huisje met een light machine gun. Waarom raak ik gefrustreerd van dit spel? Dat hoort niet. Nou, jij raakt gefrustreerd van je teammates, man.
Eens reden om zagrijnig te worden in deze game is door je teammates. En dat gebeurt gewoon weer. Ja, maar dit is echt gewoon niet rechts van ons. Dit is echt niet te geloven. Ah, teammates zit er een naast je, dank je. Ik kan me niet herinneren dat de teammates slecht waren op Black Ops 2 of zo, hoor. Nou ja, die waren, was... Ja, tuurlijk, er waren een paar slechte bij, maar ik kan me echt niet herinneren. Maar die game was makkelijker. Black Ops 3 is moeilijker, er zitten meer slechte teammates in, oftewel elk potje. Fuck! Nou, dat kun je wel. Rot op met je light machine gun, gast. Holy shit. Nou, hij zit weer achter, zitten sowieso nog een CC achter in de map. Drie, er zitten er drie! Ja, dat bedoel ik dus. Oh my god, waarom ga je campen, man? Waarom? Wat is daar leuk aan? Even serieus. Dat, oh my god, iemand maakt al mijn doctags, ouwe. Wat een motherfucker. Dat is gewoon echt je tijd verdoen. Dat is gewoon echt letterlijk je tijd verdoen. Gewoon te campen. Nou, we staan nog voor. We moeten sowieso winnen. Dus, Nou, daar ben ik tenminste nog blij om. We zitten boven een doctag. Nice. Kom op. What the fuck? Deze vent gaat niet dood. Ah, achter me, okay, onder water. Man. Onder water zit er een. Ik zie hem. Oh, daar ben je, kreng. Oh, ga niet weg voor de waarheid. Nee, niet... Eentje op de top, eentje op de top, eentje op de top. I saw. Nou, geef mij die doctag maar. Top, juffie. Opgerot, maat. Hoppa! Zit er een paar in dat huis? Yep. Oh, ik heb nog rechts van je. Stel ook op de brug. Oh, hij glitste. Oh, in het camphuisje, camphuisje, camphuisje. Ik heb hem. Camphuisje heb ik niet, wacht. Ik gebruik hem een annihilator. Oh, ik heb hem. Nee, je hebt hem niet. Er zit er nog één. Oh, echt? Ja, dan komt er een naast jou. Fucking hell. Oh, in dat camphuisje, jongen, nog steeds. Oh, heet het. Nice. Dankjewel. Fucking, nog steeds in dat camphuisje. Nog steeds in dat fucking camphuisje van hem. Motherfucker die het is. Zijkant is neer. Lekker fratje. Oké, nu moet je die kills droppen, man. What the fuck, hij schiet op mij, Santino. Wat is er? Hij schoot op mij. Hij schoot op mij, terwijl jij naast hem stond. Wat een bullshit, jongen. Werder, hij schoot gewoon per ongeluk mij af. Per ongeluk nog wel. Ja, dat kan. Ja, dat hij jou schoot. Maar dat gewoon zo fucking scheef was dat hij mij afschiet. Ja, precies. Fuck, eentje sprong over me heen. Fucking reject. Weet je wat irritant is? Als je niet eens weet dat je fucking ammo op is. Fuck. Ja, leuk, hè? Probeer te herladen. Ik kan die hele tijd niet herladen. Zit je nou echt die hater is nu alweer uit de lucht. Zit je nou echt hier te camp, team? Teammate. Ik bedoel, enemy. Zou je frats, jongen? Ja, dus. Ja, man. Hij gaat fucking beest. Hij killde al die enemies in het water. Ja, naast mij ook, hoor. Echt? Ja. Beter. Hoppa, let's go. Ah, waarom is die light machine gun zo sterk? Jezus. Dat ding ga ik ook gebruiken, ik zweer het je. Ja, jammer. Ja, ik vind het wel chill. Want je gebruikt dan echt wel weer een ander wapen. Nee, maar de reden waarom light machine guns zo overpowered zijn, is omdat je er even snel mee kan rennen nu. Ja. Zoals Assault Drivers zijn. Dus hebben ze, dat moeten ze verlagen weer. Want je kan nu gewoon rondrennen met een light machine gun plus quick draw. Heb je gewoon een Assault Driver met 100 kogels. Ja. Dus dat moeten ze nog even updaten. Maar ik kom vanzelf rustig aan. Echt wel jammer, hè, dat zo is. 54 eyes, special issue. Zijn ze geliefd of zo? Ik kom niemand meer tegen. Jawel, ze zitten allemaal aan de andere kant van de map. Oh, daar ren ik juist net vandaan. Teammate is bang, joh. Gaat hij in de hoek lopen campen? Ik had die enemy al dood, lul. Wat een game, boy. Godsamme. Jij moet je lijn zien. Ja, man. Hij komt gewoon... mij niet ook. Het zijn maar twee of drie kozen die je mee hoeft te raken, jongen. Maar hij komt zo snel jumpen tot me af, man. Ja, dat is dus het probleem met light machine guns. Je kan het te snel mee bewegen, te manoeuvreren. Zodat een light machine gun dus niet hoeft. Dat moet niet bij een light machine gun horen. Nee. Ga je midden in de map campen, even waar, even serieus. Maat. Maar zullen we even geen doctags meer oppakken? Of hoeveel, heb jij veel doctags opgepakt? Ja. Oké, weet dat, pakken we nog geen doctags meer op en spelen we even voor de objective. Of voor de kills. voor kills. Laat ze allemaal liggen, ja? 42 seconden, hè? Ja, weet ik, maar dan kunnen we gewoon nog 42 seconden doorspelen. Anders gaan we die 100 kills niet halen. Nee, true. Dat wordt denk ik de moeilijke. Het moeilijke ook. Ah, ik schiet mis met mijn annihilator. Ah, jammer hoor. Zit er weer eentje te campen daar, oh. Nou, ik kom niemand meer tegen. Achter me nog. Teammate, heb jij die? Nee, teammate. Ik moet gewoon wennen aan dat ik niet achter die doctex aanloop. Ja, kut is dat, hè? Ja. Ah, pak zit erop, man. Holy shit. Ik dacht, er is nog een... Ah, het zal wel, pak ze maar op, dan.
Ja, fuck it. Hoeveel? Nou kijk, Doctex hebben we gehaald. Ah, bijna, hè. Bijna, hè. 89 vent. Bijna, hè. Oh, fuck. Bijna. Hij is half. Jij moest er nog 4 bij, ik moest er nog 7 bij. 11 te weinig. Ik proef het, ik proef het. Ah, de Doctex hebben we gehaald. We hebben 63 Doctex in totaal, we moeten er 30 halen. Kills moeten we 100 van halen en we hebben er 89 bij elkaar. Oh, shit, ouwe. We hadden hem al bijna gehaald in aflevering 2, ja hoor. Nu alweer we zitten al in het begin zitten we altijd dichtbij. Ja. Daarom. Kijk maar, jongen. Wat moet je nou, hè? Hier, wat dan, hè? Hier, kom dan, kom dan. Kom dan met uw lelijke. Nee, jongens. We hebben hem al bijna gehaald. Dus de serie is in ieder geval haalbaar. Dat zie je aan deze pot. Ja, man. Dus ja, als die Lime Machine Gun lul er niet in had gezeten, dan hadden we ze gehad. Oh, ja, man. Holy shit. Maar ja, shit happens. Als je deze video leuk vond, ram natuurlijk zoals je kaart op like. Voor de hoeveel likes gaan we? Wij gaan voor de 4.500 likes. 40.000 voor de 40.000 likes. Ja. Dus... 40, 40? Nee, geen 40.000. Dat zeg jij. Oké, okay, 400.000. 400.000 likes. We gaan voor de 400.000 likes. Dus vergeet niet de kaart op de like op te ramen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye. Laters.